Dag, lieve kijkbuiskinderen. Ik ben blij dat we allemaal weer gezond en wel terug zijn in ons grote dierenbos. En op jullie televisieschermen. Meneer de Uil! U schiet een bok! U bent niet op een televisiescherm. U bevindt zich momenteel op het witte doek. Wat? Witte doek? Ja, de bios. Ja, in de bioscoop kunnen we al die dieren uit de Fabeltjeskrant nu eens uit een heel andere hoek bekijken. Voordat ze op het tv-scherm hun zo populaire avonturen beleven, moet er achter de schermen heel wat gebeuren. Want niet alleen ieder dier, maar ook de omgeving waar het in leeft, moet vorm krijgen. In deze decorwerkplaats zijn vier mensen dagelijks bezig met de bouw van de vele decors en de daarin geplande voorwerpen die voor elke fabel nodig zijn. Dit gebeurt er als het voertuig van Stoffel de Schildpad stoom moet afblazen. Heel simpel, maar ook heel vindingrijk. De afmetingen van de decors, zoals hier bijvoorbeeld van het hol van Louieke de Vos, worden precies afgestemd op het formaat van de dieren, die er zich gemakkelijk in moeten kunnen bewegen. Wat ziek idee. Alle verhalen van de Fabeltjeskrant, nu al meer dan 300, zijn geschreven door Leen Valkenier. Even treedt hij nu uit de anonimiteit. En hetzelfde doen de stemmen achter de dieren. El Scherjon, Ger Smit en Frans van Duschoten. Lief cinematografisch volkje, neem mij niet geheel kwalijk. Ik wou in ieder geval zeggen dat we weer blij zijn dat... Nee, ik wil helemaal gaan niet op het witte doek. Dit is veel te groot. Ik wil gewoon in mijn schermpie. En anders ga ik naar het Engelbos. Wat ziek idee, maar ik wil wel. Voor een extra lekker hapje doe ik alles. Wil ik best op de film, jippie. Oh nee. Als jij op de film komt, dan doe ik pertinent niet mee. Nou ja, als het zo moet, dan kunnen we maar weer beter teruggaan naar onze schermen. De nu alleen nog maar gesproken fabel wordt in de filmstudio op aanwijzingen van de regisseuse ingebekt, zoals de vakterm luidt. En in deze ruimte komen al de dieren dan tot leven. Lief cinematografisch volkje, neem mij niet geheel kwalijk hoor. Ik wou in ieder geval zeggen dat we weer blij zijn. Maar ik wil helemaal gaan niet op het witte doek. Dit is veel te groot en te wit. Ik wil gewoon een beschermpje. En anders ga ik naar het enge bos. Dat zie ik niet, maar ik wil wel. Voor een extra lekker hapje doe ik alles. En wil ik best op de film, jippie. Oh nee. Als jij op de film komt, dan doe ik pertinent niet mee. Nou ja, zeg, als het zo moet, dan kunnen we maar weer beter teruggaan naar onze schermen, hoor. Jawel. Zo. En nu maar weer knus wegzakken in jullie warme stoeltjes. En, denk erom, oogjes open en... handen thuis. Kijk lekker.